Ik ben Emiel Huisman, ik woon in het midden van het land. En dit is een van mijn trotse baby's. En daar wilde ik jullie wat over gaan vertellen vandaag. Het is een Jensen en wel een Jensen SV8. Een auto die is ontworpen net voor de eeuwwisseling. En die is geproduceerd in 2002. De auto die... ze hadden er grootste plannen mee. Er zijn er echter maar 38 van ooit afgemaakt. 16 tijdens dat ze nog werkzaam waren en toen gingen ze failliet. En de laatste 22 die zijn van onderdelen gemaakt. Het is een auto die gedeeltelijk van staal, gedeeltelijk van aluminium, gedeeltelijk van polyester is. En dit is auto nummer 3 die ooit gemaakt is. En het is eigenlijk nog gewoon een prototype. Het was de bedoeling dat de hele auto van aluminium zou gaan worden. Maar deze heeft nog gewoon stalen deuren en stalen schermen. De motordeksel en de kofferbak die zijn al van aluminium. En de bumpers die zijn van plastic. De auto die is ontworpen door twee mensen die ooit bij Jaguar hebben gewerkt. En die hebben dit ontwerp gemaakt in de basis. En ze hebben toen rondgekeken onder welke naam gaan wij dit op de markt zetten. Ze wilden dat niet onder de naam Jaguar doen. En de reden daarvan, dat zal die mensen beter bekend zijn dan dat het mij bekend is. Maar de naam Jensen die lag voor de zoveelste keer weer op de plank, want ze waren failliet geweest. En ze hebben de naam Jensen gekocht. Ze hebben een aantal details aangepast, zodat het lijkt op een oude Jensen. Ik noem de vinnetjes aan de zijkant, ik noem de achterlichten. En de auto is ontworpen zoals die hier nu staat. Het is een ontwerp uit eind jaren 90, maar hij is zo verschrikkelijk knap ontworpen dat als je hier 140 mee openrijdt, dat je gewoon nog met elkaar in gesprek kan zonder dat je wegwaait en dat het gesprek grillend moet worden gehouden. De techniek, motor, Ford, onderstel, Ford, sleutel, Ford, het is allemaal dus onderhoud bij de lokale garage. Je moet alleen geen schade rijden, want bodydelen zijn er niet meer. Koplampen zijn er niet meer. Achterlicht, ik heb in Italië schade gehad, iemand reed bij me naar binnen, beide achterlichten kapot. Eentje hebben we nog kunnen krijgen, de ander hebben we na moeten laten maken, want het bestond niet meer. En dat zijn dus de problemen die je hebt als je een auto bezit en ermee rijdt, die zo bijzonder is als dit. Het is een rijdersauto en ik rijd er ook best wel mee. Ik heb hem nu 12 jaar. Ik kocht hem toen hij 7 jaar oud was. En hij heeft in die tijd bij mij zo'n pakweg 15.000 mijl gedraaid. En dan zijn dat geen rondjes om de kerk, dan zijn dat rondjes in Europa. Ik ben ermee in Frankrijk geweest, in Italië geweest, in Zwitserland geweest. En er is niks mooiers dan om met een cabrio van dit kaliber een berg op te gaan en dan het geluid van die uitlaat terug te horen komen van de bergwand. Dat is echt geweldig. Power zat, 350 pk zo'n beetje, ik weet het niet precies. Is ook allemaal niet van belang, want je gebruikt dat toch nooit. Het fenomeen Jensen is een iets. Het zijn twee broertjes die in de 30er jaren in Engeland zijn begonnen met het bouwen van auto's. Eerst het bouwen van bodies op bestaande chassis met motor. Echt one-offs. En later hebben ze daar een industrie van gemaakt. Ze hebben kleinere series van auto's gemaakt. Na de oorlog zijn ze wat strikter aan de gang gegaan met grotere series. Maar met groot moet je niet denken aan honderden, maar meer in tientallen. Deze auto is uit 2002. Hij heeft eerst in Engeland rondgereden, want daar werden ze eigenlijk alleen maar naar verkocht. En tenminste, de
eerste die werden daar afgeleverd en daarna is het ermee gestopt. Hij heeft in Engeland de tweede baas gehad, daarna is die verkocht naar Duitsland en toen heb ik hem in conciliatie in Nederland gevonden bij een handelaar. En ik ben dus alles bij elkaar de vierde eigenaar. Toen ik de auto zag bij die handelaar, toen viel mijn mond open, want ik wist van de auto. Omdat ik, nou ja, natuurlijk geïnteresseerd was in Jensen. En ik wist dat er ook heel weinig waren. Dus het stom verbaasd dat die auto bij die handelaar stond. En hij heeft er dan ook niet lang gestaan. De rijbeleving van deze auto, dat is iets wat je zelf mee moet maken, dat kan je niet vertellen. Dit is een auto met een enorme motor, veel vermogen, alleen maar achterwielaandrijving en weinig gewicht. Dus je bent in no time van 0 op 100. Je zit zo, het klokje gaat tot 170 mijl. Dat is dus 260 kilometer. Nou, dat redt hij misschien net niet. Het is een auto zonder hulpmiddelen. Ja, er zitten gordels in, er zit een stuur in en een rembekrachtiger. Maar ABS, vergeet het maar. EPS, vergeet het maar. Traction control, nooit van gehoord. Het zijn allemaal dingen waar je rekening moet houden als je rijdt. Want een foutje is zo gemaakt en onderdelen bestaan niet meer. Dus die moet je allemaal laten maken. Het is allemaal specifiek voor deze auto en ik moet je zeggen, hou we zo, want een unieke auto is het en een unieke auto zal het moeten blijven. Ik heb de auto nu pakweg 12 jaar. Toekomstplannen. Ja, ik vind het dat hangt helemaal af van wat gaat er gebeuren in de toekomst natuurlijk. Heb je over 10 jaar nog benzine? Mag je over een paar jaar nog wel rijden op leuke plekjes in het land? Wat mij betreft, als ik zo doorgaat zoals het nu gaat, hou ik de auto. Dan rij ik ermee, geniet ik ermee. Ik ben heel veel stukjes van Europa geweest, maar er zijn nog altijd stukjes Europa die ik niet ken. En met deze auto, vooral in de bergen rijden, is een feest en het zou zonde zijn als dat niet meer zou kunnen. Je bent natuurlijk al wat ouder en gelukkig gaat het allemaal nog goed. Ik heb een vrouw die het ook leuk vindt om mee te genieten en samen rijden we veel. Maar ja, als het niet meer gaat, dan moet je een andere enthousiasteling vinden die zo'n auto wil hebben. En nou is dat jammer natuurlijk, als er zo weinig auto's zijn is er ook weinig vraag naar. Maar er zijn er altijd wel een paar die zo gek zijn als ik geweest ben, die zo'n auto willen hebben en van zo'n auto willen genieten. Voorlopig rij je ermee, geen dingen veranderen, geen dingen aanpassen. En rijden zoals die is, genieten daarvan zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Dat is mijn idee en dat wil ik ermee doen.